Fika is een familiebedrijf, gevestigd sinds 1990 hier in Ede, op het industrieterrein Noord. Iedereen kent wel het NISO, dat zijn onze buren. En daar werken we al jarenlang samen mee. Wij produceren mooie ingrediënten voor de voedingsmiddelindustrie. En onze producten die gaan wereldwijd naar 45 landen. De ene productgroep is zuivel gerelateerd en de andere productgroep is vlees gerelateerd. Smaken in de richting van kaas, smaken in de richting van seasoning-achtige producten. Wij krijgen producten van klanten binnen. Die stellen de vraag, kunnen jullie een product maken met een bepaalde smaakrichting? Dan gaan wij dat analyseren bij ons in het laboratorium. Dan gaat de R&D-afdeling een smaak ontwikkelen in combinatie met productie. Dan gaan wij een product ook daadwerkelijk produceren. En dan gaan we dat voorleggen aan onze klant of zij dat kunnen inzetten in een maaltijd of in een snack. Iedereen kent wel de Chipito of de hamkaas. Wij zijn de producent van de smaak. We krijgen hele kaas binnen van grote producenten, onder andere Friesland Campina. En daar maken wij een geraspte kaasproduct van. En dat vullen we af in een zakje wat richting de consument gaat. Maar het kan ook richting de industrie, zoals de pizza-industrie of de andere snacksproducenten. Daarnaast produceren we ook smeltkaas en dat wordt ingezet in de kaassoufflés of in de cordon bleus. Wij zijn heel snel in het ontwikkelen van nieuwe ingrediënten die worden toegepast in de levensmiddelindustrie. Laag zout, laag vet, zoveel mogelijk één nummer vrij. Dat is de nieuwe trend die gevraagd wordt. En daar spelen wij met onze innovatieteams heel goed op in. We zijn trots op onze medewerkers. We hebben 125 collega's die hier elke dag hard werken om hele mooie producten te maken voor onze klanten.